Hoi, als mens ben je vrijwel nooit alleen. We leven vaak samen met anderen. Denk aan je gezin, aan je vrienden, je school of de sportclub. En dat is fijn, maar al dat samen zijn zorgt er natuurlijk ook voor dat je rekening moet houden met anderen. Gelukkig hebben we taal om met elkaar te communiceren. In het handboek van Kern heb je kunnen lezen dat we taal gebruiken om mensen in culturele groepen in te delen. De manier waarop jij praat is namelijk onderdeel van je identiteit. Samen met onder andere je kapsel, je kleren, je muzieksmaak en zelfs je manier van lopen laat je zien dat je bij een groep hoort. In deze video geef ik je wat leestips van boeken waarin identiteit en taal een rol spelen. Zo zijn er boeken waarin personages bezig zijn met hun genderidentiteit. Dus in hoeverre voel of gedraag je je vrouwelijk of mannelijk of vaker iets daartussenin. In Oever van Ludwig Voorbeda is hoofdpersoon Jip smoorverliefd op een jongen in de klas. Wat een intense en observerende zoektocht oplevert naar hoe Jip zichzelf ziet. Michel Meindert schreef het boek Aldus Siebren over Siebren die terugkeert naar Rotterdam nadat hij 20 jaar in Amerika heeft gewoond. Tot 3 jaar eerder was Siebren een vrouw en via flashbacks leer je hoe hij heeft gezocht naar een passend lichaam bij zijn identiteit. Ook online kun je natuurlijk een andere identiteit aannemen. Zo doet Texas uit Catfish Blues van Sarah Leuvenstram op Instagram alsof hij een meisje is met de naam Hilma, om zo contact te leggen met de jongen op wie hij verliefd is. In Antiboy van Valentijn Hogenkamp ondergaat de hoofdpersoon een borstamputatie, waardoor Antiboy op zoek moet naar een nieuwe genderidentiteit. Op welke problemen stuit je als je naar een andere genderbeleving zoekt? Al eeuwenlang worden er verhalen geschreven met hetero koppels, man wordt verliefd op vrouw of andersom. I love you. Well, there's no law against a man telling his wife he loves her, is there? Gelukkig verschijnen er steeds meer personages in boeken, films en series met een queer identiteit, bij wie de seksuele identiteit dus afwijkt van die hetero variant. Wipke Brugeman schreef met Liefde is voor Losers een grappig boek over Phoebe die een hekel heeft aan de liefde. Ze wil nooit verliefd worden, maar dat voornemen wordt wat lastig als haar collega Emma ontmoet. Of verplaats je naar de 19e eeuw met het sfeervolle boek Een groene bloem van Floortje Zwichtman, waarin de 16-jarige Adrian in de glamourwereld van Londen terechtkomt. Binnen de elitekringen is homoseksualiteit volop, maar wel stiekem aanwezig. Voor meer boeken over gender en queer identiteit kun je overigens terecht op de mooie site van queerboeken.nl. Een andere vorm van identiteit die veelvuldig centraal staat in boeken is de culturele identiteit. Oftewel de tradities en de gebruiken die je meekrijgt vanuit je familie, je geloof, je geboorteland of je gemeenschap. En die culturele identiteit draait altijd om een historisch besef. Waar kom ik of komen mijn ouders of mijn grootouders vandaan? Een echte klassieker hierbij is Oeroeg van Hella Haasen, waarin de naamloze ik-persoon opgroeit in Nederlands-Indië voor de Tweede Wereldoorlog samen met zijn beste vriend Oeroeg. Door politieke en culturele veranderingen groeien ze echter uit elkaar. Darius de Grote is niet oké van Adib Koram speelt zich af in Iran, waar Darius en zijn familie noodgedwongen moeten verhuizen. Darius voelt zich ongelukkig en buitengesloten door zijn eigen familie totdat hij Sohrab ontmoet. Vervoering van Shanti Singh is een breed opgezet familieverhaal waarin dromen en de hoop op een betere toekomst de personages van India naar Suriname en uiteindelijk naar Nederland brengen. Een boek dat laat zien hoe taal een culturele identiteit in stand kan houden. Een identiteit kan jou trots en sterk maken omdat je je verbonden voelt met een groep. Aan de andere kant brengt een identiteit ook bepaalde vooroordelen met zich mee die voor discriminatie kunnen zorgen, wat tot vervelende situaties kan leiden. Ik ben jullie meester van Jeffrey Spalberg is een autobiografisch verhaal over James die vanuit Suriname naar Nederland komt om daar les te geven op een middelbare school en daar de allereerste zwarte docent is. Shirin uit een bijna eindeloze afstand van Tahiri Mafi is geboren in Amerika en spreekt accentloos Engels, maar omdat ze een hoofddoek draagt en van Iraanse afkomst is, wordt ze altijd maar aangestaard en beledigd. Het boek laat zien hoe haatdragend mensen kunnen zijn zonder zich in te leven in de ander. En in de bestseller Yellowface beschrijft Rebecca F. Kwang hoe June misbruik maakt van een culturele geschiedenis die niet van haar is, maar waardoor ze wel een beroemde schrijver wordt. Over hoe je vooroordelen in je voordeel kunt gebruiken, maar waarbij het de vraag is of dat wel is toegestaan. Tot slot nog een rijtje boeken waarin het fandom centraal staat. Fan zijn van een sporter of van een muzikant maakt natuurlijk ook deel uit van je culturele identiteit. Alleen gaat dat niet altijd even goed. Cat uit Fangirl van Rainbow Rowell is enorm fan van Simon Snow, over wie ze hele verhalen schrijft, zogenaamde fanfictie.
Vroeger deed ze dit met haar tweelingzus Ren, maar als haar zus hiermee stopt en wil gaan genieten van het studentenleven, komt het fangirlen van Kat onder spanning te staan. Een totaal ander genre is Kill the Boyband van Goldie Moldavsky, waarin vier meisjes hun minst favoriete jongen uit een boyband ontvoeren. Als grap, maar het loopt al snel uit de hand. En voor de fans van cosplay is Fandom van Anna Day wellicht interessant, waarin Violet en haar vrienden door een bizar lot terechtkomen in de wereld van de film waar ze zo fan van zijn. Mocht je liever wat non-fictie lezen, kun je natuurlijk kiezen voor biografieën van je grote helden. En voor de Swifties is het boek T.S. een aanrader, waarin 13 verschillende auteurs schrijven over welke waarde de muziek van Taylor Swift in hun leven heeft. Hallo iedereen! In deze video ging het over genderidentiteit, queeridentiteit en culturele identiteit. En dan heb je ook nog een lezersidentiteit. En dan gaat het niet zozeer over of je leest of dat je het leuk of makkelijk vindt, maar welke boeken bij je passen. Welk genre lees je graag en welk type boeken moet je eigenlijk nog ontdekken? En weet dat net als in de boeken die ik in deze video heb genoemd, dat het vormen van een identiteit altijd gepaard gaat met een zoektocht.